Wat is een mammografie? Een screeningsmammografie is een röntgenonderzoek van de borsten dat wordt uitgevoerd bij vrouwen die geen klachten hebben en ook geen recente veranderingen aan een borst hebben opgemerkt. In België wordt een mammografie om de 2 jaar aanbevolen en terugbetaald voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar zonder risicofactoren. Screeningsmammografieën zijn essentieel, omdat ze borstkanker in een vroeg en behandelbaar stadium kunnen identificeren, wat de overlevingskansen vergroot. Een diagnostische mammografie daarentegen wordt uitgevoerd bij vrouwen die klachten hebben of een verandering aan de borst hebben opgemerkt. Het doel is om deze afwijkingen op te helderen. Een diagnostische mammografie geeft namelijk meer gedetailleerde beelden van de borst, genomen vanuit verschillende hoeken. De diagnostische mammografie kan ook worden aangeraden als bijkomend onderzoek na een afwijkende screeningsmammografie. Hoe verloopt een mammografie in de praktijk? Een verpleegkundige legt uw borst op een plaat. Een tweede plaat drukt de borst gedurende enkele seconden samen om het borstklierweefsel beter te kunnen beoordelen. Dit kan als pijnlijk ervaren worden, maar is belangrijk om kwalitatieve beelden te verkrijgen en de stralingsdosis te beperken. Wat gebeurt er als er een afwijking wordt vastgesteld? Een mammografie is niet voldoende om een diagnose van borstkanker te bevestigen. Uw arts kan bijkomende onderzoeken aanvragen, zoals bijvoorbeeld een echografie. Die is zeer effectief om kwaadaardige knobbeltjes van goedaardige, bijvoorbeeld kisten, te onderscheiden. Een MRI levert gedetailleerde beelden op van de borst en is vooral gevoelig voor het opsporen van kleine tumoren die mogelijk niet zichtbaar zijn op mammografie of echografie. Een biopsie, die in een aparte video in detail wordt uitgelegd. Als je nog vragen hebt over een mammografie of de aanvullende onderzoeken die worden uitgevoerd, stel ze dan gerust aan je medisch zorgteam in het ziekenhuis.